Welkom, mijn naam is Bijn Jamie en ik ben de oprichter van de Yoga Power Studio te Gistel. Vandaag wil ik samen met jullie een Hatha Yoga les doen voor gevorderden. Zorg er zeker voor dat je opgewarmd bent. Minimum 6 zonnegroetjes. Goed, we gaan starten. We starten met een hoofdstand. Ja. De ring uit. Neem de ellebogen vast. Plaats de ellebogen voor je op de mat. Je maakt een kommetje. Als de hoofdstand nog niet iets voor jou is, dan kan je gewoon de basisbeginselen meedoen met ons. Tot hier, totdat wij naar boven gaan. Oké, dan ga je gewoon niet mee omhoog. Goed, je plaatst je brigma op de mat. Je duwt de achterkant van je hoofd in de handpalmen. Schouders zijn onder de elleboog. Schouders weg, van de oren. Je strekt de benen. Je wandelt je voeten naar je hoofd. En je brengt je linkerhiel naar je kont. Je rechterhiel. Je kan ook hier blijven als je dat wil. Of je kan de benen strekken. 1 minuut. Je vergeet niet te ademen, anders kan je toch niet blijven staan in je hoofdstand. Een keer traag terug naar beneden. Je rust in een kindhouding. Shishankasan of de balasan. Armen zijn oftewel voor je. Of als je de schouders wil ontlasten, armen naar achter. Knieën zijn iets uit elkaar. Zo kan de borst bewegen, kan je ademen. Adem in en je rolt jezelf voorzichtig omhoog. Hoofd als laatste. Goed, we zakken af naar de keelchakra. Dat doen we met de Niralamba Sarvangasan. Dus de schouderstand zonder ondersteuning. Dus je gaat op je rug gaan liggen. Breng je knieën naar je voorhoofd. Handen op de onderrug. Ellebogen dicht bij elkaar. Strek de benen. Span de beenspieren, de kontspieren. Kijk naar de tenen. Hij brengt je handpalmen naar de knieën, strek die armen. Gewicht rust op de schouders en op het hoofd, niet alleen op het hoofd. 1 minuut. Weer een balans tussen sympathisch en parasympathisch. Je blijft dus mooi zacht doorademen terwijl er spanning in het lichaam is. Plaats die handpalmen op de onderrug. Je maakt een schaar van de benen. Je brengt de linkertenen naar de mat. Je brengt de rechtertenen naar de mat. Je komt er in halve brug. De handpalmen in het midden van de onderrug. Vingertoppen naar buiten.
doen een Shir Setu Bandhasana. Je plaatst je kruin op de mat. Je strekt de benen, tenen naar de mat. 30 seconden. Ploeit je benen, handpalmen op de mat en keer voorzichtig terug. Pavamuktasana, de knieën naar je borst, armen over de schenen, neus naar de knieën. Je ademt hier zachtjes door, misschien zacht afgezakt naar de hartchakra, anahata. Als dit niet aangenaam is, dan ga je maar gewoon gaan liggen. Naar Urdhva Mukha Paschimottanasana 2. Handen in de knieholte, dus je komt voorzichtig rechtop. Je blijft je balans houden. Handpalmen op de kuiten. Schouders naar achter en naar beneden. En strek de benen. Je houdt die kuiten niet vast. 30 secondjes. Je duwt die ellebogen tegen de knieën. Voorzichtig terug uit de asana. We gaan naar een Purvottanasana. Benen zijn gestrekt. Je brengt de schouders naar de oren. Open je borstkas. Je plaatst de handen achter de heupen. Vingertoppen naar je kont of naar achter. Open je borstkas. Schouders naar achter. Point de voeten. Adem in. Bekken naar het plafond. Hoofd naar achter. 10. 9, 8, 7, 6. Adem in. Je kijkt naar je voeten. Je keert voorzichtig terug. We gaan rusten in de Makarasana in de krokodil. Dus we gaan de dikke tenen bij elkaar brengen. En je voelt hoe jouw buik ademt in de grond. En je duwt jezelf voorzichtig terug rechtop. Zitten op de knieën. Zet iets meer in het midden van je mat. We doen een Mayurasana. Het vraagt heel wat oefening om deze te vervolmaken. Dus je doet je best. Oké? Goed. Meer kan je niet doen. Je kan wel dagelijks oefenen. Oké. Knieën open. Op de tenen. Goed. Ellebogen laag in de buik. Handpalmen naar achter. Kruin op de mat. Strek je benen naar achter. Kijk naar voren en breng de benen omhoog. Een keer voorzichtig terug. Goed. We doen nog eentje voor de Svadhisthana.
Deze is de Puja Pidasana, is een beetje spelen. De poes zit buiten te kijken naar mij. Ik kom straks, Angie. Goed, dus we gaan in een squat zitten. Ja. En je brengt je armen onder je knieën. Dus je gaat eigenlijk met de billen op de bovenarmen gaan rusten. Je vingertoppen naar achter. Je brengt je gewicht naar achter. En je wandelt de voeten aan elkaar. En je haakt de rechtervoet over de linkervoet. Goed, we blijven hier eventjes. Dit is spelen, hè? Dit is echt wel spelen, dus neem het ook niet serieus. Goed, en je wisselt nu eens van kant. Dus nu de andere voet over de andere voet. Goed. Dus we blijven hier mooi balanceren en een beetje spelen. Een beetje wiebelen. Oké, en we laten los. We staan recht. We doen een Garudasan. Een arend. We zijn gekomen aan de Muladhara chakra, de wortelchakra. Ik kan zien dat mijn hoofd niet helemaal zit. We moeten toch plooien. Dus de knieën zijn geplooid. Net niet over die grote tenen. Schouders zijn boven de heupen. De heupen ongeveer boven de enkels. Je draait je rechterbeen rond je linkerbeen. Span die core aan. De armen omhoog en je draait de rechterarm rond de linkerarm. Goed, we blijven hier 30 secondjes. Laat los. Goed, je strekt de benen een beetje. Voeten bij elkaar. Plooien, let op de houding. Schouder naar achter. Linkerbeen rond het rechterbeen. Armen omhoog. Linkerarm rond de rechterarm. Die schouders zijn naar achter. Elleboog ter hoogte van de schouders. Nog 25 secondjes. Laat los. Goed, we gaan naar de laatste asan. We gaan heel wijd gaan staan. Zo wijd als de polsen. Goed, de voeten zijn parallel. Je draait je linkervoet 90 graden. De heel en de boog van de achterste voet. Zorg ervoor dat je mooi stevig staat. Strek de rechterbeen. De linkerknie is boven de linkerenkel. We doen een Viparita. Virabhadrasana 2, dus we doen een omgekeerde krijger. Dus we starten met de krijger 2, schouders naar achter. Ja. Op de uitademhaling plaats je de rechterhand op de rechterbel. Op een inademhaling de linkerarm omhoog, de knie blijft boven de enkel. En je gaat naar een achterwaartse buiging. 20 secondjes. Kom terug in krijger 2. Laat die armen zakken. Voeten terug bij elkaar. Naar elkaar. Parallel bij elkaar. Rechtervoet 90 graden. Heel in lijn van de boog. Van de achterste been. Van het achterste been. Linkerbeen mooi opgespannen. Rechterknie boven die rechter enkel. Boven de heupen. Ja, ga niet naar voren. Open de armen. Alright. Bij een uitademhaling. Linkerhand op de linkerbel.
En ademhaling. Rechterarm omhoog. Rechterknie blijft boven de rechter enkel. En mijn uitademhaling. Haal naar achter. 20 secondjes. We keren terug op een inademhaling naar kreeg 2. Laat die armen los. Goed, breng de benen terug bij elkaar. We gaan eventjes rusten. In een shavasana, in een leeghouding. Benen zijn wijd. Handpalmen wijzen naar het plafond. En je connect je met je lichaam. Voel die ontspanning in jouw lichaam. Maak je verbinding met Moeder Aarde. Voel hoe Moeder Aarde jou draagt, hoe jij gesteund wordt van haar. En merk ook op hoe jouw hart terug op zijn eigen ritme begint te werken. De snelheid begint te verminderen van de inspanning. In Hatha Yoga richten we ons altijd op de balans tussen actie en ontspanning. Niet alleen tussen de asanas door, maar ook tijdens de asanas gaan we erop letten dat we een wisselwerking hebben van ons sympathisch zenuwstelsel en ons parasympathisch zenuwstelsel. Dit moet in balans zijn, probeer daarop te letten. Sport is supergoed, maar ontspanning is even belangrijk als de sport. Anders kan jouw lichaam niet helen, kunnen je cellen niet vernieuwen. Dan kom je in een overbelasting, een burn-out of depressie. Zorg voor die balans. Misschien kan je ook de energie voelen stromen door je lichaam, voel maar. Een tintelend gevoel, een warmte. Misschien koude, dat kan ook. Voel gewoon het leven in jouw lichaam. Je brengt je knieën naar je borst. Je zwiebert jezelf rechtop. We komen nog eventjes in een gemakkelijke houding zitten om samen af te sluiten. Plaats je handen op je knieën. Schouders naar achteren, naar beneden. Ken een beetje ingetrokken. Verbind je zitbotten en je staartbeen met Moeder Aarde. En ga nu met je aandacht naar je hart. Probeer te voelen hoe er leven is in je hart. Niet enkel het geklop van jouw hart, maar ook de energie in de streek van jouw hart. Anahata chakra. Voel de energie in de streek van je hart. En hoe meer je dit doet, hoe meer je zal voelen dat er energie stroomt door je lichaam, door je chakras,
vooral ook door je hartchakra. Er is een mooie gezegde: alles wat je aandacht geeft, groeit. Let op, dit geldt ook voor de negatieve gedachten die je aandacht geeft. Word je bewust van je gedachten, word je bewust van je energie. Hou van jezelf, hou van alle levende wezens. Hou van Moeder Aarde, zij is ook een levend wezen. Plaats je handpalmen tegen elkaar. Hef je hart op. Buig je hoofd. Namaste. Dank jullie wel om mee te doen. Veel plezier. Jullie kunnen allemaal mijn filmpjes vinden op mijn website. Ook op mijn yoga, op mijn YouTube pagina. Dit is Yoga Power Jamie Bayen. Ik hou van jullie. Veel plezier. Tot ziens. Daag.